PXL, het departement Healthcare, doet vandaag mee aan de Dag van de Zorg, omdat wij natuurlijk alle zorgopleidingen hier aanbieden voor Limburg. En we zeker mee de toekomst bepalen van wat er in de zorg allemaal zich gaat afspelen. Achter mij zijn ze elkaar eigenlijk aan het voeden. Daar zit een blinde aan tafel. En de hulpverlener geeft eigenlijk het eten eigenlijk aan de ouderen. Zo merk je hoe het is om, ja, om het mee te maken, om als blinde gevoed te worden eigenlijk. De bedoeling van deze ruimte is eigenlijk om de bezoekers kennis te laten maken met beperkingen die oudere mensen zoal wat meemaken. 1, 2, 3. Er zijn heel wat reanimatiesessies die gegeven worden. Er worden activiteiten georganiseerd rond spelen met kinderen. De kinderen op een spelende wijze dingen aanleren en bijbrengen. Dus heel wat verband leren. Al die dingen kunnen kinderen hier vandaag meemaken. Wij staan hier als een van de zorgateliers, namelijk de het zorgatelier EHBO Reanimatie. En wij doen eigenlijk reanimatie voor de bezoekers die hier komen kijken voor de Dag van de Zorg. Wat is reanimatie? Hoe doe je dat? Dat eigenlijk iedereen kan ook eens komen pompen op de pop. En ook in een van de lokalen boven kan je ook met de pop werken, dus reanimeren, leren. Ik zou misschien in de psychiatrie willen gaan werken of met kinderen willen werken. De Dag van de Zorg is inderdaad ook een infodag waar iedereen info kan krijgen van hoe de opleidingen vandaag georganiseerd zijn, hoe het curriculum eruit ziet, hoe de praktijklessen worden gegeven. Ze kunnen zien met welke materialen wij dag in dag uit met onze studenten werken. Het Skills Lab, ons trainingscentrum, al die dingen zetten we in de kijker.